Het Surinaams onderwijs was al lange tijd aan vernieuwing toe. Daarom heeft de Inter-American Development Bank financiële en deskundige ondersteuning verstrekt aan de overheid, waarmee het basisonderwijs zich kan ontwikkelen. Vanuit deze samenwerking heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onderhoud en renovaties uitgevoerd op diverse scholen buiten Paramaribo. Zoals hier op OS Sanderij. En ook in de kwaliteit van de lessen is geïnvesteerd. Zo is er beter gekeken naar de belevingswereld van het Surinaamse kind, wat wordt gebruikt als basis voor het nieuwe curriculum. De scholen worden gestimuleerd om ontwikkelingsgericht onderwijs toe te passen. Met ontwikkelingsgericht onderwijs maakt het niet uit of je iets nog moet leren of dat je ergens al heel goed in bent. Als je maar steeds een beetje beter wordt. Want er is meer dan één manier om iets te leren. Met de komst van het 9e en het 10e basisleerjaar hebben de leerlingen wat langer de tijd om een richting te kiezen. Ook zijn er binnen het middelbaar onderwijs meer studierichtingen gekomen. Op deze manier is er extra ruimte om een studie te kiezen die echt goed bij je past. De leerkrachten spelen een belangrijke rol bij de onderwijsvernieuwing. Het Centrum voor Nascholing Suriname, CENASU, verzorgt de trainingen van de leerkrachten. Er moet meer oog komen voor individuele groei, de talenten en het kunnen van elk kind. Want zo krijgt iedereen een betere kans om het beste van zichzelf te laten zien en uiteindelijk zijn mooiste steentje bij te dragen aan onze samenleving. Lesmateriaal en meer informatie of hulp voor uw school, klas of kind kunt u vinden op www.minofc.sr.